Nee, deze heren op leeftijd zijn niet de mannen die de wedstrijd tussen Katwijk en Achilles spelen. Dat zijn vrienden uit het zaterdagvoetbal. En die waren afgelopen donderdag bijeengekomen voor hem, voor Sander Molenaar. Oud-speler van Katwijk, teammanager van Katwijk en ernstig ziek. Een benefietavond op de Krom. Met heel veel toeschouwers, met heel veel sfeer en met duidelijk heel veel emotie. Zaterdagvoetbal in optima forma. Sander Molenaar never walks alone. En hij was er gewoon. Voor de wedstrijd tegen Achilles 29 neemt hij plaats op de bank als teammanager bij de Kettekers. De koploper in de tweede divisie tegen het zo geplaagde Achilles. Sanchez Angulo met een gelukkie. Van Weerdenburg. Mengering niet. En Damiano Schep die heeft daar de 1-0 op zijn schoen. Maar komt er niet af. Ook nu veel publiek op de Krom. Natuurlijk. Ze willen de koploper zien. Suzanne. Goeie bal. Op Schet. En die haalt knap uit. En dan is het 1-0. 1-0 voor Katwijk na 13 minuten voetballen. Damiano Schet miste eerst een geweldige kans, maar hij maakt dit geweldig af. En Roy Rooyendijk is kansloos. Mengering, de topschutter. En de hand van Rooyendijk voorkomt de 2-0. Begic kan hem binnenhouden voor Achilles. En Frans Derks, de tijdelijke coach, ziet het allemaal gebeuren. Ziet zijn ploeg achteruit gaan. Letterlijk en eigenlijk ook wel figuurlijk. Suzanne. De voorzet is op Sanchez Angulo. En dan komt de bal met een gelukje denk ik wel bij Mengering. En misschien rekende hij er niet op. Want zo'n bal gaat er normaal wel in. Eenrichtingsverkeer op de Krom. Van Weerdenburg zoekt de combinatie met Mengering. Maar Mengering gaat die combinatie niet heel ver aan. Van Weerdenburg en Rooyendijk voorkomt alweer de 2-0. Van Weerdenburg was dit keer de man van de kans. De linksback. Nakadi gooit in voor Achilles. Dat zich eens een keertje meldt op de helft van Katwijk. Er komt de bal bij Bart Schiks. En die doet dit. En dat scheelt toch helemaal niet veel. Bart Schiks kwam over van jong Achilles. Dat speelt in de hoofdklasse. Het wordt koud naar rust. Dick Schreuder zet er maar een muts bij op. En Katwijk valt weer aan. Wat dat betreft weinig verandering. Mengering, combinatie met Sanchez Angulo. Mengering en dan is het wel raak. 5 minuten na rust heeft Marciano Mengering ook zijn doelpunt te pakken. Het is nummer 17 van het seizoen. En die maakt hij in wedstrijd 19. Dat is een best aardig gemiddelde voor de spits van de koploper. Die er niet aan zou moeten denken dat hij een keertje met een blessure of zo wegvalt. Want hij maakte 19 van de 40 doelpunten en geeft hier een puntgave assist. Op Steven Sanchez Angulo. En 4 minuten na de 2-0 is het 3-0 voor Katwijk. Marciano Mengering, de man van de doelpunten en de man van de assists. Dit is het doelpunt van Sanchez Angulo. 3-0, de overwinning voor Katwijk. Dat blijft koploper. En Achilles in de problemen.